En dit is de award. Is de award. Het is de Platinum Lifetime Achievement Award. Ja, geweldig jongens. Zeker als blijk van waardering. Paul van Koningshoven heeft zich zijn leven lang ingezet voor de vechtsport. En daarom krijgt hij nu een speciale onderscheiding van de Jiu-Jitsu Federatie. Meneer van Koningshoven is een van de grondleggers van de martial art, genaamd Taijutsu hier in Nederland. Wij zoeken mensen die dus in de vergetelheid zijn geraakt, om toch in de spotlight te zetten. Om toch die waardering en die erkenning te geven die ze verdienen. In een bouwvallige dojo achter zijn huis heeft Van Koningshoven meerdere Europese en zelfs wereldkampioenen opgeleid. Ook Gopal is zijn leerling geweest. Zo vriendelijk als ik hier zo sta, zo streng was ik in de dojo. Ja. Ja. En dan gewoon de discipline. Zodra de deur open ging en de tijd was er en hij kwam in de deur opening, nou, hij was muisstil en iedereen was gewoon stil. Er was helemaal niks. Ging op zijn camisa staan en ja, iets niet. En dan liep ik met zo'n camisa of zo'n... Nee, van kindo, zo'n kinderstik. Ik kreeg het op mijn flikker, want ik was strenge leraar. Maar Van Koningshoven heeft zelf ook op hoog niveau gevochten. Hij is bijvoorbeeld judo-kampioen van Nederland geweest door de reusachtige Jan Veit in de finale te verslaan. Ik weet niet hoe het kwam. Ik zit in een ashikuruma in, dat is met je benen blokkeerd. Hij ging er een overheen. Ik was zelf ook verbaasd. En de award, die krijgt een mooi plekje in de woonkamer. En de schoorsteen, gaat hij daarbij natuurlijk. Ga niet hier zitten, want dit is gewoon vergane glorie. Hier kijkt niemand meer naar. Zelfs mijn kleinkinderen niet. Hey, opa allemaal gewonnen hoor. We zijn helemaal naar Londen geweest, naar de Europese judokampioenschappen. Oh ja, nou, heb je nog plaatjes van Albert Heijn? Ja. Dit wordt niet meer gewaardeerd. Dat vind ik niet erg, maar dit vind ik wel mooi. Martial arts. So.